Zet hem achter in de pot, want voorin kan best nog een plantje bij. De opbouw met je beplanting is uiteraard ook belangrijk. Ik kies ervoor om de ribes achterin neer te zetten. Die is dan ook het hoogst. Daarvoor heb ik hele leuke narcissen geplant en daarvoor een vaste plant. Dit is de Saxifraga, die noemen ze ook wel de steenbreek. Deze plant die blijft lekker laag en die bloeit het hele voorjaar lang. Zo is het kleurrijk en op hoogte. De fruitbomen komt hier allemaal samen. En dat met maar twee potten. Zeg nou zelf, daar word je toch vrolijk van? Ja, dit was de Kleur Je Leven voor deze week. Wil je nou ook dat we bij je langskomen? Daarbij is het zo dat je dat dan in het najaar had moeten planten. Heb je dat nou niet gedaan? Geen zorgen. Je hebt tegenwoordig ook bollen op pot. Dat houdt in dat ze eigenlijk van tevoren zijn gekweekt. Het loof zit er al op en er zitten zelfs al bloemen in. Kies er dan wel voor om verschillende bollen neer te zetten, die eigenlijk in verschillende maanden bloeien. Zo creëer je elke keer wel wat anders qua bloei. Vandaar dat ik hier de blauwe druif ga planten. Een blauwe druif die bloeit heel vroeg in het voorjaar. Het is leuk om dan een bol neer te zetten die weer wat later bloeit. En ik ga daarom ook nog tulpen neerzetten. Als ze nou zijn uitgebloeid, haal ze dan niet weg. Laat het loof afsterven en laat hem daarna gewoon in de grond zitten. Dan verwilderen ze en dan komen ze volgend jaar gewoon weer terug.